Sven, het grote aftellen is begonnen richting Vancouver. Wat moet er allemaal nog gebeuren zo kort voor de Spelen? Nou, niet zoveel meer. Als er nou nog moet gebeuren, is het te laat. Maar ja, ik doe natuurlijk nu nog wel wat. Weet je. Ik probeer wel een beetje omvang erin te houden. Ik kan niet blijven wedstrijdvoorbereidingen doen natuurlijk. Met 4 weken lang. Dus probeer nog wel even 2 weken door te halen. En dan eigenlijk echt gas terug te geven pas als ik daar ben. Je bent 15 april al begonnen. Dat betekent 10 maanden voorbereiding. Ja. Moet ook een bepaalde druk geven. Ja, dat is het ook wel natuurlijk. En ja, zo dom zijn zeggen vaak, ik voel niks en het maakt allemaal niet uit. We gaan gewoon lekker rijden. Maar zo moet je eigenlijk wel benaderen, maar het is niet altijd even makkelijk. Heb je net een tempotraining achter de rug? Ja. Ik zag de koning van de tempotrainingen er ook bij, Erben Wennemars. Ja. Maar ik zag ook een haas erbij, Rian Ket. Ja. Wat doet hij hier? Een haas is een beetje te min, denk ik, om hem zo te beschrijven. Maar Rian had eigenlijk hele poos niks meer. En hij heeft nog een World Cup finale en nog een NK round. Ik zei, nou, waarom ga je niet met mij mee? En dat leek me wel een goed idee. Jij reed achter hem al. Dan zie ik het verschil. Hij zit dieper. Hij zit zeker dieper dan mij. Uh-huh. Ja. Ga je dat ook proberen te imiteren? Nou, dat ga ik op de 5 en de 10 kilometer zeker niet proberen te imiteren. Maar ik bedoel, de 1500. Op 500 meter zou het wel goed zijn, ja. Uh-huh. Ja. Dat komt de luchtweerstand te goede. Ja, klopt. Even wat anders. Wanneer ga je weg naar Vancouver? Ik ga dinsdag 26e hier vandaan naar huis. En dan ga ik die zaterdag de 30e ga ik naar Vancouver toe. Ja. En dan moet het gebeuren, de 13e. De 13e, ja. Op een zaterdag, toch? Ja. Hebben we het nog even over die Olympische schaatspakken. Heb je die eigenlijk al eens een keer aangehad? Het uiteindelijke pak wat we mee gaan rijden heb ik nog niet aangehad. Maar dat zal snel gebeuren. Lijkt me risicovol. Omdat het nog maar zo kort voor de Spelen is. Ja, maar er zijn niet heel veel veranderingen. En ik denk dat het wel meevalt. Ik rijd nog een paar keer 3 kilometer in en in trainingen. En ik denk dat het wel goed komt.